Okie dokie, daily challenge tijd. We gaan eens kijken wat het vandaag allemaal biedt. Dit is denk ik Bangladesh. Als ik zo zie hoe het allemaal ingericht is, ik denk het wel. En ik denk dat het zelfs een locatie is waar we al een keer geweest zijn. Waar we een naam kunnen vinden, als ik het goed heb. Denk ik. Ik kan me dat ergens vaag herinneren dat dat ergens te zien is, maar ik weet het niet meer. Dit is niet dezelfde als gisteren, denk ik, hè? Toch? Nee, ik denk niet dat het dezelfde als gisteren is. Denk ik. Nee. Nee, dat zag er heel anders uit. Het is wel een stad en een wat grotere stad, maar. Ik denk ook niet dat dit. Dhaka is, dat sowieso niet. Wat zou dit dan zijn? Misschien dat er hier ergens iets hangt. Doet. Even deze nakijken of hier nou niks staat. Dan. Kunnen we nog altijd bepalen om de andere kant op te gaan? Nee, niet op kersttrekkers onderweg. Deze kant dus. Misschien dat hier ergens iets staat. Hopelijk. Eens kijken wat dit is. Nope. Of tenminste, er zal wel iets staan. En misschien staat er ook wel de naam van de stad. Maar. Nee, dat. Is voor mijn simpele breintje is dat niet genoeg op dit moment. Ik ben al blij dat het. Ik durf hem ook niet zomaar daar weg te zetten. Excuus. Want ik heb zo'n vermoeden dat het wellicht inderdaad daar is, maar. Ik vind dat net een iets te groot risico als het daar niet is. Nou, kijk, ik had het dus gewoon wel kunnen doen. Maar goed. Oh boy. Oh, fijn. Een. Aan de andere kant, dit zou een hele grote aanwijzing al kunnen zijn. Oh, wel, als dit is, hè, dan word ik echt. Oeh. Als je maar pissig wil zien, dan moet je dat moeten houden. Dan denk ik dat ik echt gewoon per direct gestopt was met de hele game. Denk dat dit Berlijn is. Maar ik weet het niet heel zeker. Het kan. Het is Duitsland. Laten we dat eerst sowieso voorop stellen. Het is Duitsland, klaar. Maar ik heb geen idee welke stad dat het is. Mijn gevoel zegt me dat dit waarschijnlijk Berlijn is. Ja. Dat hoopte ik al te zien. Kijk, sure, oké. Dit zou van een andere stad kunnen zijn. Maar met een bloemenbak denk ik niet dat je heel ver weg reist, zeg maar. Want die bloemen die moeten natuurlijk wel vers blijven. En een hobbelige reis en zo. Dus ik gok dat Berlijn in ieder geval het goede antwoord is. Zullen we
stond zelfs een stadsdeel op, volgens mij. Wilmershof. Ik zie het zo 1, 2, 3 niet staan. Ja, Wilmershof toch? Ja, oké. Dan zou ik wellicht. Nou ja, dan zal het waarschijnlijk wel een wat kleiner wijkje of zo zijn. Kijk, want dit popt nu ook allemaal op. Dus dat. Daar was het. Oh joy. Dit. Dit kan verschillende dingen zijn. Dit kan de Finland zijn. Dit kunnen de Baltische Staten zijn. Het zou Rusland kunnen zijn. Het zou met een hele kleine waterkant zou het zelfs nog Amerika of Canada kunnen zijn. Oké, dat stelt me al een hoop gerust. Wat betekent dat waarschijnlijk Letland of Litouwen is? Waarschijnlijk. Dat is geen 100% zekerheid, maar de kans is vrij groot. Er is een minime kans dat het eventueel toch Litouwen is. Vanwege de takjes op de dingen. De. Nogmaals, dingen heeft ze ook hoor. Letland. Maar volgens mij zien die borden er anders uit. Plus, ik weet dat Litouwen ook van wat verder af de borden blurt. Dus, wat dat betreft is dat een hele goede mogelijkheid. Maar, dan is de vraag. Ja, dit kan echt overal zijn. Al denk ik dat het waarschijnlijk iets meer richting deze kant is, want volgens mij zat daar net iets meer bos, denk ik. Volgens mij is dit vrij bosvrij, zeg maar, dit gedeelte hier. Dacht ik. Zul je zien dat ik dat fout heb, hè? Dat, oh mijn god, dat zou het zijn. Dat zou het zijn dat ik dat fout heb. Oei. Dan wordt het zo'n zware, denk ik. Ah, kijk. Vilnius. 20 kilometer. Kijk. En dan, dat is richting het noorden. Daar. Dit is op 7 kilometer. Ik weet alleen niet meer wat deze stad is. Ik ga dat ook niet meer uitvinden. Ik zit op 7, maximaal 7 kilometer van het. Oh nee, tuurlijk niet, want ik ben door dat dorp heen gegaan. Oké. Oh mijn god, echt serieus. Oh, godzijdank. Oké, dit is dus een plek in Zuid-Amerika. Dat is ook misschien niet. Dat is. Oké.
Is dit chili dan? Als dat zo is. Ik heb eigenlijk. Heb ik maar twee mogelijkheden in mijn hoofd zitten. Dan is Chili of Argentinië. Ik hoop heel hard dat we. Komen we die bus voorbij? Nee. Ik ben al blij dat ik in ieder geval weet dat het Zuid-Amerika is. Want anders dan had ik waarschijnlijk inderdaad. Niet heel veel gevonden. Ik weet niet of we die bus voorbij komen. En ik zou eigenlijk ook echt wel eens moeten gaan leren qua nummerborden en zo welke waar is. Oh wow, we gaan gewoon door hier, want ik zie daar dat er iets van een huis of een dingen staat en dat zal vast wel aangegeven staan. Oké. Hopelijk. Staat het ook maar. Peru. Chili. Oké, top. Ik denk eerlijk gezegd dat het. Ik kan me ergens vaag herinneren. Dat ik de naam Peru wel eens een keer eerder gezien heb. Maar waar was dat? Amen. Jezus Christus zeg. Ja, ik weet gewoon niet eens meer wat ik erop moet zeggen, weet je. Dit. Dit begint ook echt wel een beetje. Beetje frustrerende vorm aan te nemen. Nou, niet een beetje. Dit begint een hele erge frustrerende vorm aan te nemen. Nee, dit is nou de tweede dag achtereen dat ik gewoon een goede ronde heb, constant. En dan komt er zo'n Zuid-Amerikaanse tussendoor met een weg. Nou ja, dan had ik deze misschien nog wel moeten weten. Weet je, dit is nog een ander verhaal als die van Brazilië van gisteren, maar. Dan alsnog, wie zegt dat ik dezelfde dingen had gekregen? Aan de andere kant, als ik de andere kant was opgegaan, misschien had ik nog wel meegekregen. Ja. Ja, ik heb hier niet heel veel. Ik zeg trouwens dat het Taiwan is, maar het kan ook makkelijk Japan zijn. Maar ik denk aan de poorten te zien die ik gezien heb. Nou zou het voor de verreste eigenlijk weinig uitmaken, want ik bedoel, het goud halen we toch niet meer.
Maar ik zou zeggen, aan de rest van de borden te zien. Zou ik zeggen dat dit Taiwan is? Al begin ik wel een beetje te twijfelen. Want dit zou ook zo. Kijk, ja, het was wel Japan, hè? Nou, nogmaals. Het maakt voor de verdere rest vrij weinig uit voor de score, want de score was toch al ruk. Ja, dat valt. Ik weet niet eens of ik het nog kan op dit moment. Ik begin er echt gewoon aan te twijfelen. Als je kijkt naar het verloop van de score, die is gewoon slecht de afgelopen week. Het is niet eens dat het allemaal boven de 20.000 of zo is, weet je. Dan heb je nog zoiets van, oh ja, weet je, crap. Maar dan zit het. Maar het is gewoon slecht. Het is gewoon echt bijster slecht. Ja, kijken wat het morgen doet. Hopelijk beter. En ja, tot morgen.